Goedemiddag, wat gezellig dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en het is vanavond kerstavond. Dus ik heb mijn vlogcamera er weer bij gepakt. Want ja, het lijkt me gewoon heel erg leuk om deze kerstdagen voor jullie te filmen. Lijkt je dat leuk, doe dan alvast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Elke dag als ik beneden kom en ik zie die kerstboom, dan word ik helemaal weer vrolijk. Ik vind het echt zo'n mooie boom. Deze ballon moet ik nog wel even opruimen, want die is nu slap. Die was eerst mooi met helium voor mijn verjaardag. En deze slingertjes wil ik straks ook nog wel even weghalen. Maar Dennis kwam net thuis en hij had dit van mij meegenomen. Echt zo lief. Super lieve verrassing. Heel erg mooi kerststukje. Heel erg leuk. En nu staat hij al in de keuken, want we gaan een dessert maken voor tweede kerstdag. En dus gaat de chocola al even smelten. Au bain-marie. En we hebben puur chocola en melkchocola. En dan gaan we een hele lekkere chocolademousse maken. Ik mag nu al deze eieren gaan scheiden. Dan doe ik het eiwit in de grote bak. En het eigeel in dit kleine bakje. En deze hou ik er steeds tussen. Omdat er echt geen eiwit, eigeel, in de grote bak mag komen. En ondertussen is dit al mooi aan het smelten. Nou, het eigeel en het eiwit is gescheiden. En nu ga ik heel even mixen. Met een nieuwe mixer die ik had gekregen van verder. Komt super goed uit. We hebben het al even in deze bak gedaan, want het werd zoveel. Dennis heeft het eiwit opgeklopt. Ik heb bij het eigeel en de suiker chocola toegevoegd. En nu gaan we alles bij elkaar doen. Dit is altijd zo lekker. Wij zijn klaar met de chocolademousse maken. Hij moet nu nog best wel lang in de koelkast staan. Maar we hebben hem gewoon heel even buiten gezet. Want het is toch zo koud en heel even goed afgedekt met dat folie. En nu ga ik me zo meteen omkleden voor kerstavond. Die gaan we vieren bij de opa en oom van Dennis. Altijd heel erg gezellig. Ik ga heel even kijken wat ik aan ga trekken. Sowieso vind ik deze schoenen echt super feestelijk. Het wordt sowieso iets met glitters vandaag. Even kijken wat het gaat worden. Ik heb hier ook allerlei glitterjurkjes hangen. Deze en deze vind ik ook heel erg mooi. Ik heb 2 paar nieuwe oorbellen van Rocky Rosa. Ik ga heel even kijken welke ik in ga doen, want ik vind ze allebei super leuk. Ik heb hem al helemaal omgekleed en wij zijn klaar voor kerstavond. Kerstavond gaan we altijd bij de opa en oma van Dennis vieren. Dus alvast dikke kus. Ik hoop dat jullie ook allemaal een hele fijne kerstavond hebben. Ik laat de vlogcamera hier en dan zie ik jullie gezellig morgen weer. Eerste kerstdag, dat is bij ons thuis. En dan komen de ouders van Dennis en de zus van Dennis en mijn ouders en mijn broertje. Dus dan ga ik zeker voor jullie filmen wat we allemaal gaan maken en wat we gaan eten. Tot morgen. Goedemorgen, het is vandaag eerste kerstdag, kerstochtend. En ik ben heerlijk wakker geworden bij ons thuis. Dennis die is gewoon al werken, want ja, dat gaat gewoon door voor hem. Hij heeft vandaag gelukkig wel een kortere dag, dus vanmiddag is hij lekker thuis. En dan gaan we samen kerst vieren. En normaal gesproken ja, werd ik gewoon altijd wakker natuurlijk bij mijn ouders. En gingen we daar ontbijten. En nu ben ik helemaal alleen, dus ik dacht ik ga me alvast een klein beetje opmaken. En dan ga ik richting papa en mama om daar gezellig samen te kerst ontbijten. En dan ga ik weer naar huis om alles klaar te maken voor straks. Want dan komt iedereen gezellig hier eten. Dus ik heb er heel erg veel zin in. Ik heb echt een super chill nieuw pyjamaatje aan van Hunkemuller. What's up babe? Heel erg leuk kleurtje vind ik dit. Beetje zo bordeaux rood. Zit ook nog een lekker mutsje op. En die broek is ook heel leuk. Wacht, ik ga hem jullie zo laten zien in de spiegel. Oeh, Mara. Lekker cozy. Ik heb nu deze pyjama aan van Hunkemuller. Ik vind die echt zo leuk. Ook echt de broek. En lekker deze slofjes. Ik ben nu bij papa en mama. En de tafel is echt super gezellig gedekt. Echt heel mooi. Lekker kerstbrood staat er al. En mama die maakt altijd zelf worstenbroodjes. Dus ziet er super lekker uit. Van wie zou ik dat toch hebben? Dat ik de tafel altijd zo gezellig wil maken. En zoveel van goud hou. Ja, het steekt aan. Nou, wij gaan lekker ontbijten samen. Wij zijn nu klaar met het kerstontbijt en ik zit lekker bij de open haard. Oh, zo lekker warm. Jammer dat wij thuis geen open haard hebben, want dan zou ik hem echt elke avond lekker aanzetten. Kijk ook hoe gezellig. Dennis is thuis en die is echt al super fijn aan het opruimen. Echt heel erg lief. Boven alles een beetje netjes aan het poetsen. We doen dat eigenlijk echt altijd met z'n twee. Hij helpt ook altijd heel erg goed mee, dus dat is heel erg fijn. En ik heb heel erg veel zin om samen met jullie de kersttafel klaar te maken. Dus laten we daar aan beginnen.
Kijk, nu is het nog een beetje een rommeltje, dus dat gaan we heel even fixen. Deze hadden we gisteren van die opa en oma van Dennis gekregen. Ik heb de kersttafel klaargemaakt. Ziet er echt super gezellig uit allemaal. Nog steeds zo blij met onze mooie kerstboom. En ik heb dit heel eventjes een beetje opgeruimd en heel anders ingedeeld. Hier heb ik nog lichtjes opgehangen. Echt super leuke sfeer meteen. En dan heb ik hier nog dit potje neergezet die ik van Ariel had gekregen. En hier die mooie fles. En ik heb hier dit heel eventjes zo in die stolpen gedaan, vond ik wel erg leuk. En dit zo hier neergezet. Dus het ziet er helemaal gezellig uit. En dit is dan de kersttafel. Ik heb hier de kerstmutjes neergelegd, ook aan de andere kant. En ik heb de, oh, ik ben de borden vergeten, zie ik nou. Ik heb de onderborden wel al heel mooi neergezet. Die heb ik van mama heel eventjes geleend. Maar de witte borden moeten er nog op natuurlijk. En dan ga ik daar de kaarsjes aansteken. Bloemetjes. Allemaal met gouden details. Dus ik ga jullie zo meteen nog wel heel even laten zien als alles helemaal klaar is voordat we gaan eten. En opgemaakt en dit is dan de uiteindelijke kerstlook geworden. Ik heb een heel erg mooi paillettenjurkje aan van Josh V. En ook hakken eronder van Josh V. Hele hoge hakken. Dus dit is mijn facelook voor vandaag, voor vanavond. Ik heb me ook opgemaakt met glitter oogschaduw, heel erg gezellig. Dus nu ga ik beneden nog heel even de laatste puntjes op de i zetten en dan zullen onze ouders elk moment komen. Even een lekkere parfum opdoen en ik ga vandaag weer voor deze. Dat is echt zo. Bij jou. Volgens mij. Oh! Moet ik hem indrukken? Dat is het al. Oh, ja, Lieke. Weer een galm plafond. Het is vandaag tweede kerstdag en ik ben de dag al super goed begonnen. Ik had gisteravond geen weltrusten meer gezegd tegen jullie omdat ik me in één keer heel ziekjes voelde. Echt niet fijn. Ik was helemaal aan het snotteren. Mijn neus zat dicht. Hoofdpijn. Dus dat was niet zo fijn. Ik heb best wel goed kunnen slapen vannacht. Mijn neus zat wel nog heel erg dicht. Ja, dat merk je dan. Dan ben je al de hele tijd een beetje half ziek op school. En dan komt dat in één keer in de kerstvakantie eruit. Nu gaat het wel wat beter. Ik ben zelfs gaan sporten vanochtend. Wie had dat gedacht? Dat ik ga sporten op tweede kerstdag. Maar dat komt echt door Dennis die me mee had genomen. Heel erg lekker getraind. Ik heb weer echt een super lekker gevoel. Ik
Ik heb me gedoucht, een beetje opgemaakt. Gewoon nog lekker mijn chillpakje aan, want we zijn nog heel eventjes thuis. En we gaan kerstfilms kijken, heel erg veel zin in. We gaan zo meteen ook nog heel even samen kerstbrunchen. En vanavond gaan we naar papa en mama, waar we met mijn familie gezellig gaan kerstdineren. Ik ben alles aan het klaarmaken voor onze kerstbrunch. Ik heb al de kaarsjes weer gezellig aangestoken. En het kerstbrood klaargelegd en wat thee gezet. En nu nog heel even wachten op de worstenbroodjes die zitten in de oven. Het is tijd voor cadeautjes. We zijn het al flink aan het uitpakken. Ik heb echt een hele grote doos binnengekregen. De blogbox van de maand december. Met allemaal leuke producten die ik even met jullie wil unboxen. Allereerst zie ik hier iets voor te gourmetten. Zout met verschillende soorten kruiden. Echt super handig, want wij gebruiken dit echt vaak. Dus dit gaat zeker goed van pas komen. En ik ben dol op gourmetten. Er zit ook nog wat anders bij. Olijfolie. Bio. Dus dat ga ik zeker zo meteen even in de keuken zetten. Dan zit er van Beer Design ook nog een portemonneetje in. Een klein tasje. Ja, niet per se meteen mijn smaak. Maar ik denk wel dat mama dit bijvoorbeeld heel erg leuk vindt. Je kunt er wel best wel veel in kwijt, zie ik. Dat is heel fijn. Hier kun je je pasjes in kwijt. Er zit ook nog een hengseltje aan, denk ik. En het is een beetje een bruinachtige kleur. Wel heel mooi leer. Dan zit er nog een hele grote tapasplank in. En zoals jullie weten eten wij heel vaak tapas. Dus dit gaat zeker goed van pas komen. Ik zal hem even openmaken. We hebben het heel even uit elkaar gehaald. En het bestaat uit twee delen. Deze zwarte bak waar je tapashapjes in kunt leggen. En een schaaltje voor de sauzen. En dan nog deze plank. Je kunt dat gewoon los serveren. Maar je kunt dit ook weer zo in elkaar zetten. Ik zag ook dat er een hele grote doos in zat met een krultang van Carmen. Oh, die kan ik zo openmaken. Wauw, dit is wel een hele mooie krultang. En ook een hele dunne. Dat is wel chill, want die heb ik nog niet. En dan kun je ook echt hele fijne krullen mee maken. Super leuk. Van Spark zit er ook nog een tasje in met een doosje. Even samen kijken. Daar zitten sieraden in. Een kettingje met een diamant en twee oorbellen. Echt iets voor de feestdagen. En dan zit er nog een spel in. En ik heb wel eens vaker gehoord van dit spel, Exploding Kittens. En dit schijnt dus super leuk te zijn. Dus wie weet gaan we het zo even spelen. En ik laat jullie zeker weten wat we ervan vinden. Ben benieuwd. Wij hebben net nog een hele leuke kerstfilm gekeken. En nu sta ik in mijn kledingkamer om te kijken wat ik aan ga doen voor tweede kerstdag, voor het diner met papa en mama. Dit vind ik sowieso ook nog een heel erg leuk glitterjurkje om eventueel aan te trekken. Ik heb nog best wel veel leuke zwarte jurkjes. Gisteren had ik natuurlijk eentje met veel pailletten aan. Deze is ook nog leuk met sterretjes. Dus ik ga even kijken wat het gaat worden. Of misschien wel gewoon een rokje met een mooie top. Dat zou ook nog kunnen. Deze vind ik ook heel leuk. Velvet playsuitje. Even kijken wat ik aan ga trekken. We hebben ons omgekleed en klaargemaakt. En we gaan nu richting papa en mama voor het kerstdiner. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb hier dit lekkere glitterjurkje aan. Deze tas erbij gedaan. En we zijn helemaal ready to go. En we gaan ook ons lekkere toetje meenemen. Want iedereen mag zijn klein gerechtje maken. En wij hebben dus crème krak gemaakt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat iedereen ervan vindt. En dan heeft de chocolademousse al. En salade nog die we mee gaan nemen. En we gaan ook even wat gezellige spelletjes meenemen. PSV, Monopoly en Exploding Kittens. En dit geurtje had ik gisteren ook nog aan Dennis gegeven met de kerst. Ga je die nou nog opdoen? Ja. Wij zijn weer thuis en mijn make-up zit echt helemaal nergens meer naar. Mijn neus is ook een beetje rood zoals je kunt zien, want ik ben echt heel erg verkouden. Ik ga nu lekker mijn make-up eraf halen en we gaan in bed nog even een filmpje kijken. Het was heel erg gezellig bij ons thuis. We hebben super lekker gegeten. Iedereen had verschillende gerechten bereid. Heel erg leuk om zo van alles wat te proeven. Dus ik heb echt een super leuke kerst gehad. Ik hoop jullie ook. Laat het zeker even weten in de comments. Alvast heel trusten, dik kus. En dan zie ik jullie gezellig de volgende keer. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe vooral heel even je duimpje omhoog als je deze vlog leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.